Nu op DVD, het voetbalcabaret van Studio Spaan. Dingen met jullie doornemen. Graag. Hoe komen de grote drie er weer bovenop, meneer Van Praag? Wij zijn bezig met Marco van Basten. Ik geloof niet dat de trainer daar enorm om zit te springen, hoor. Ja, niet als trainer, maar wel als spits. Oh. En dan het kunstgras natuurlijk? Ja, ook kunstgras, maar dat moet ik natuurlijk eerst even aan Co Adriaanse vragen. Want Co wil alleen kunstgras met diploma's. Oh, ja. Je kunt zomaar niet kunstgras worden. Nee. Ja, een mooie boel worden. Ja. Meneer Van Rij, hoe komt PSV weer aan de top? Nou ja, voorlopig niet. Oh! Erik Gerrits heeft een contract voor onbeperkte tijd. Ja. Die gaat die beker helemaal leeg drinken. Dat kan wel een tijdje duren. En Feyenoord nog een beetje toekomstvisie? Zeker. Het bestuur van Feyenoord is van plan om in de toekomst te gaan werken met de drie R'en. Hè? Oh, de drie R'en? Ja. Dat is mooi. Daar werken wij dus ook mee in de toekomst. Ja. Oh. Nou, dan hebben jullie pech, want daar zijn wij ook al mee bezig. Ja, we werken alle drie mee. Wat zijn dat dan, die drie R'en? Bij elkaar 9 dus. Wat zijn dat dan, die drie R'en? Ja. Nou, dat gaan wij hier natuurlijk niet zitten verklappen, meneer Spaan. Dat is het geheim van die grote drie. Oh. Ja, als we dat gaan verklappen, dan gaan Heerenveen en Vitesse ook met de drie grote drieën werken. Drie R'en op de loop. Bovendien, als je de namen van die jongens noemt, worden ze meteen 3 keer zo duur. Wie zijn het dan? Raúl, Redondo en Rivaldo. Oh. Ja, dankjewel, Jeroen. Je kan het toch verdorie je klokje op gelijk zetten ook. Dan begint hij weer tegen de pers te lekken. Jeroen zit nog geen 10 minuten aan tafel of het grote lekken is alweer begonnen. Ja, en dat voor zo'n dakbedekker. Zeg, heren, bespeur ik hier 2 spalt in de grote 3? Nee, ruzie? Nee, ik was even mezelf. Maar nee hoor, de vriendschap is niet aangetast. Nee, dat gaat mooi. Wij zien elkaar natuurlijk sowieso op reguliere basis binnen het Mickey Mouse overleg. Ja. En ook privé wel hoor. Ja? Wij zien elkaar wel op verjaardagen en feestjes. Ja. Nou, jullie waren anders mooi niet op mijn laatste huwelijk. Nee, nou ja, kijk, we dachten, we slaan er eens eentje over. Maar bij je volgende huwelijk... Het voetbalcabaret van Studio Spaan. Nu op DVD, inclusief speciale WK-disc. Haal hem meteen in huis.